Problematisch drugsgebruik door jongeren in Altena. Feit of fictie? Want mijn kind doet dat niet. Of misschien toch wel? Er zijn voorbeelden van kinderen vanaf 12 jaar die in aanraking komen met softdrugs. Wist u dat amfetamine de meest voorkomende harddrugs is, die al voor €5 te koop is? Wij gingen op zoek naar antwoorden. In een uitgebreide reportage brengt Altena TV in beeld hoe groot het probleem is binnen het land van Heusden en Altena. Spreken we met bestuurders, jongerenwerkers, schoolhoofden, politie en hulpverleners. Ook laten we u zien welke hangplekken er in beeld zijn, welke soorten drugs vaak voorkomen en hoe goedkoop deze te verkrijgen zijn. En als het probleem daar is, waar kunt u dan terecht? U krijgt voorbeelden te zien van de vele soorten drugs. Hoe herkent u gebruik bij uw kind? En hoe wordt er alles aan gedaan om het probleem bespreekbaar te maken en oplossingen te vinden? Of dat lukt? Neem een kijkje in de wereld van drugs onder jongeren in Altena. Binnenkort de volledige reportage op Altena TV.